Aan deze 100ste Vierdaagse zijn er een heleboel extra activiteiten. En een van die extra activiteiten is dat er 25 verschillende wandelaars nog eens een dubbele route lopen. Dus in plaats van bijvoorbeeld 40 of 50 kilometer, 2 keer 40 of 2 keer 50. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig waarom dat gebeurt. Even kijken. We zijn hier. Hallo, ik ben Chimène. Wie bent u? Johan. Johan, en jij hebt ook een dubbele afstand gelopen. Kun je mij uitleggen alsjeblieft? Want ik snap er niks van waarom je 2 keer je afstand gaat lopen. Want het is al een hele afstand. Nou ja, als je lekker loopt en denkt dat het kan. En dit is een unieke gelegenheid om de 100ste keertje iets extra's te doen. Heb je extra getraind voor die dubbele route? Nou, ik heb 2 keer een lange afstand gelopen van 1 keer 80 en 1 keer 70. Nou, zijn we 2 dagen bezig. Temperaturen gewoon 29 en 31 plus vandaag. Dat helpt volgens mij ook niet mee, of wel? Nee, nou ja, als je maar genoeg blijft drinken. En een biertje op zijn tijd wil nog zeker wel helpen. Ik mag dat niet altijd prediken, maar dat werkt bij mij in ieder geval wel goed. Moet je ook gekeurd worden voor die tijd of dit mag? Want er zijn er maar 25, tenminste per route, die dan dit mogen gaan doen. Moet je iets extra doorlopen? Nee, er werd wel gevraagd om een soort cv. Dus je moest wel van tevoren aantonen dat je toch wel wat kilometers en wat ervaring in de benen hebt. Je bent er helemaal klaar voor? Je bent goed voorbereid? Helemaal klaar voor, ja. Ik wens je heel veel succes. Ga maar genieten van de massage. Ja, en wij gaan door, want wij gaan jullie informeren over alles wat hier tijdens de Vierdaagse gebeurt. En dat doet ons team met de Vandaagse. Maar daar hebben we ook de Gelderlander voor. En we gaan eens kijken wat die allemaal te melden hebben.